exact 30 seconden. Zoveel tijd krijgen de kandidaat Vlaams parlementsleden om zich aan u voor te stellen. Daarna valt onvermijdelijk het doek. Ik ben Marijke Pinois, ik ben theatermaker en actrice van beroep. Ik sta op de lijst van Groen, omdat ik denk dat het hoog tijd is, 11:58, om ook mijn verantwoordelijkheid te nemen in verband met bijvoorbeeld de mensen zonder papieren. Voor mij is iedere burger gelijk, zelfs als hij geen identiteitskaart op zak heeft. Ik vind het ook belangrijk om de minderheidsgroepen te verdedigen en daar hoort natuurlijk de man in de straat bij. Waarom stapt u in de politieke strijd? Omdat ik vanuit mijn beroep heel vaak de behoefte heb om toch een standpunt in te nemen en kleur te bekennen. En als ik het landschap overschouw wat politiek betreft dan denk ik wel dat het nodig is dat er mensen bijspringen die, die niet op een handige manier de dingen gaan verkopen, maar die echt vanuit de inhoud de verdediging nemen voor de mens in de minderheid, waar ik toch heel erg voor pleit. Bijvoorbeeld mensen zonder papieren, wat er nu tegenwoordig gebeurt met hen. Ik vind het verschrikkelijk. Dus dan denk ik, waarom niet? Wie zijn uw grote politieke voorbeelden? In de geschiedenis dan zijn er een aantal natuurlijk. Che Guevara, bijvoorbeeld Gandhi, Martin Luther King. Omdat die echt wel heel daadwerkelijk van alles laat bougeren hebben. En dat dat op wereldschaal heel veel teweeg gebracht heeft. Dat dat de mensheid beter heeft gemaakt. Als we het specifiek over Vlaanderen of België hebben, want ik praat liever over België dan over Vlaanderen, is dat voor mij veel waziger wat dat betreft. Het is niet zo helder. Ik heb graag een heldere vertelling. En ik zie niet zo goed het bos door de bomen. De politiek die nu gevoerd wordt, vind ik nogal vloe. Ik zou het liever anders zien. Ik zou liever hebben dat de mensen iets verdedigen vanuit de buik. En de noodzakelijkheid ervan zie ik niet zo goed voor het moment. Wat heeft uw partijkeuze bepaald? Dat is evident, denk ik. Als ik het programma nalees wat Groen betreft, dan vind ik alles terug waar ik mij druk over maak. Waar ik mij heel kwaad over maak. Dat er daar niets mee gebeurt. Dat gaat van cultuur naar de minderheden, naar milieu sowieso. Het belang van te zorgen voor je medemens, of dat die nu belangrijk is of niet. Het belang van te vertrekken vanuit de kleine mens, met zijn kleine behoeftes en vanuit die kleine mens net uw beleid te maken en niet omgekeerd. Ook de onthaasting in het onderwijs. Cultuur en onderwijs en cultuur en media, dat eigenlijk een ministerpost moet zijn, daar sta ik heel erg achter. Omdat ik vind dat er nu in de media heel veel vertrokken wordt vanuit het commerciële aspect. En dat maakt dat er heel veel inhoud verloren gaat op die manier. En ik heb het dan niet over dat het ene gemakkelijk is en het andere moeilijk. Maar vooral als het over kunst gaat, dan wordt dat precies gedaan alsof het dan niet levensnoodzakelijk is. Voor mij is kunst even noodzakelijk als drinken en eten. En ook in gebieden waar er een oorlogssituatie is gebleken dat de mens veel meer behoefte heeft nog aan een verhaal, aan fantasieën. Dat maakt ook het verschil tussen een mens en een dier. Wat wilt u nooit doen in de politiek? Nooit op mijn gat gaan zitten en denken dat het allemaal gebeurd is. Ik wil vanuit het veld blijven ageren. En dat betekent dat ik echt actief in het theater wil blijven. En omdat ik vind dat er van daaruit, vanuit het veld, veel te weinig input komt. En ik vind dat een hele grote wisselwerking en heel belangrijk dat dat veld veel belangrijker wordt. Ook vanuit de cultuur, ook vanuit het dagelijkse leven, vanuit socio-cultureel werk. Het is vanuit het veld dat alles gebeurt. En degenen die in de zetels zitten hebben misschien een belangrijke taak, maar die moeten zorgen dat dat in goede banen wordt geleid. Wat is volgens u de mogelijke impact van een politieke carrière op uw persoonlijk leven? Ik ambieer geen politieke carrière in de strikte zin van het woord. Ik doe dat nu ook al. Ik ga in Brussel hier aan de beurs gaan staan in de regen
om het voor de Palestijnse kwestie op te nemen, zonder dat iemand mij daarom vraagt, maar ik pak mijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik ben moeder van 5 kinderen en ik ben mij bewust dat na mij dat er nog leven moet zijn. Dat er... dat iedere mens op zich zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En ik doe dat nu ook al als moeder, maar ik doe dat ook via mijn kleine bijdrage in het culturele leven. En ik pretendeer misschien wel dat ik al eens maar een heel klein grijs steentje naast de zoveel schitterende stenen, dat dat ook belangrijk is. En als iedereen dat zou doen, dan zou het leven er misschien iets simpeler uitzien. Denk ik. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb die oorringen meegebracht. Voilà. Dat zijn oorringen die ik gekregen heb van mijn zoon. Eén van mijn zonen, van Titus. En die is heel erg begaan met de wereld. Die wil heel graag in de politiek gaan. Die denkt ook minister te worden. Vooral in het buitenland, op wereldschaal. En die wil de wereld verbeteren. Zegt hij. En die staat erop dat wij alle producten die in de wereldwinkel te koop zijn, dat wij daar die ook gaan kopen. Dus als ik eens vergeten ben van de koffie te kopen in die wereldwinkel, dan krijg ik heel veel protest van mijn zoon. Terwijl dat ik die in een groot warenhuis heb gekocht en dat dat wel over Oxfam producten gaat of zo. Ik vind het fantastisch om te zien hoe je kinderen toch op een schone manier dingen van de volwassen wereld kunt bijbrengen, verantwoordelijkheid kunt bijbrengen. Want ik probeer die ook te laten proeven van het nieuws of van de krant die in de woonkamer ligt, al is het maar om het sport te zien. Of als ze een spreekbeurt moeten maken, gaan ze die maken, mijn kleinste van bijna 12, over de mensen zonder papieren. Hij vindt daar heel weinig informatie over die in zijn taal beschikbaar is. Dus ik moet die daarbij helpen. Maar ik denk dat een ouder zich heel erg bewust moet zijn dat hij heel veel kan bijbrengen wat dat betreft. En ik ben altijd ontroerd als die hele grootzorige speechen houdt, mijn Titus, over hoe hij die wereld zal verbeteren. Dus ik denk, ja, klein begonnen is half gewonnen. En ik pleit daarvoor heel erg dat ook via de kinderen er hele grote bewegingen en veranderingen kunnen gebeuren.